vertegenwoordigt geen enkele politieke partij, maar wil toch de Eerste Kamer in. Een unicum. Veel Gelderse gemeenten gooien de kont tegen de krip. Zij willen niet bezuinigen op de sociale werkplaatsen. En striptekenaar Hankel Kolk weet na 10 jaar zijn stripsingle alles van vrijgezelle vrouwen. Dit is In Gelderland Live. Goedemorgen en welkom bij In Gelderland Live, ons wekelijkse actuele praatprogramma. Ik weet niet of u de weekendkranten allemaal al gelezen hebt en misschien het stripje single in bijvoorbeeld De Gelderlander al gelezen hebt. Ik wel. En de tekenaar daarvan zit vandaag bij mij aan tafel. Hankel Kolk, hallo. Welkom. Uit Velp. 10 jaar strip single. Er is inmiddels ook een televisieserie van geweest. Ja. Uw strip gaat over 3 vrijgezelle dames. En de mooiste, de ijdele Stella, werd in de stripserie gespeeld door Katja Schuurman. Als u nu moet kiezen, wordt het dan uw eigen Stella of toch Katja Schuurman? Nee, mijn eigen Stella natuurlijk. Toch wel, ja, de eigen Stella. Nee. En tegenover u wethouder Martijn Leijsink uit Arnhem. Ja. We gaan het zo meteen met u hebben over het bestuursakkoord. Maar er was nog iets wat me opviel. Arnhem heeft besloten om de helft van de prullenbakken buiten het centrum weg te halen. Uit besparingsoverwegingen. Is de portemonnee zo leeg dat zelfs dit nodig is? Nou ja, de portemonnee is natuurlijk behoorlijk leeg. We hebben een hele moeilijke discussie samen met de Raad gevoerd over waar we zouden moeten bezuinigen. En ja, als je dan één zo'n maatregel noemt, dan denk je, waarom doe je dat? Maar je zult echt iets moeten. En dit was er één van. Ja, prullenbakken. We gaan het straks over het bestuursakkoord hebben. En tegenover u een groene goeroe, Ruud Koornstra uit Eefde. U wilt de politiek in? Maar u heeft nog een andere passie ook. U rijdt graag in snelle sportwagens of verplaatst zich in helikopters. Wat is het vandaag geworden hier op weg naar Arnhem? Een hele mooie oude Jeep op biodiesel. Een Jeep op biodiesel. Ja. Mm-hmm. Dat hij maar wel een beetje verantwoord is. Nou ja, gemaakt van eigen tuinafval, dus het gaat heel goed. Die hele Jeep? De hele Jeep is gemaakt van tuinafval. Nee, die niet. Goed, we gaan straks verder met die groene oplossingen. Maar eerst even, de ene na de andere gemeente zegt eigenlijk nee tegen het bestuursakkoord. Een akkoord wat gesloten is tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die doet dat als vertegenwoordigend orgaan van al die gemeenten. En het bestuursakkoord houdt eigenlijk in dat er veel taken van het Rijk naar de gemeente gaan. En het Rijk hoopt daar 2 miljard mee te bezuinigen. En dat betekent onder andere dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor bijvoorbeeld de jeugdzorg, bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Ja, wethouder Leijsink uit Arnhem, wethouder van Financiën. Ja. Lijkt me heerlijk als gemeente dat je meer zelf te vertellen krijgt over al die zaken. Maar dat klopt ook. Het bestuursakkoord is ook niet alleen maar negatief. Er staan een hele hoop positieve punten in. En een aantal zaken, zoals u zegt, wat we dan decentralisaties noemen, dat het Rijk daar niet meer over gaat, maar de gemeente zelf daarover gaat, dat is ontzettend positief. En toch stemt u tegen. Ja. En we hebben echt goed gekeken naar het hele bestuursakkoord. Daar staan dus positieve punten in, daar staan negatieve punten in. Plussen en minnen. En je bent in de politiek gewend om dat tegen elkaar af te wegen. Maar dat is één hele dikke min. En dat is als het gaat om de wet werken naar vermogen. Dat is de, ja, zo noemen we dat wel eens, de onderkant van de arbeidsmarkt. Mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen. In het bijzonder de sociale werkvoorzieningen voor arbeidsgehandicapten. Daarvan zeggen we dat is eigenlijk zo'n dikke min. Dat gaan wij als gemeente niet voor onze rekening nemen. Even voor de duidelijkheid. We hebben het dus over mensen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke handicap. Ja. Die nu vaak op die sociale werkplaatsen die we allemaal wel kennen. Ja. Of begeleid door de sociale werkplaatsen ergens werken. Ja. Dat kost veel geld, die begeleiding. Ja. Daar moet op bezuinigd worden. Ja. Kijk, het Rijk en de gemeente trouwens ook, die proberen al heel lang om eigenlijk die verschillende groepen in de arbeidsmarkt, namelijk arbeidsgehandicapten, maar ook heel moeilijk bemiddelbare werklozen, maar ook jong gehandicapten die weer onder de waaijong vallen. Gemeente en Rijk proberen al heel lang om daar een soort één regeling van te maken. Want op heel veel aspecten zijn dat dezelfde soort groepen. En dat is ontzettend goed. Allemaal mensen die op de een of andere manier moeilijk aan normaal werk komen en met begeleiding nog wel werk kunnen verrichten. Precies. En die willen we ook heel graag, willen we daar één regeling van maken. Maar wat eigenlijk nu het Rijk zegt is van, nou, die ene regeling, we weten nog niet precies hoe dat gaat werken. Daar komen we nog wel een keertje mee. Maar bij voorbaat gaan we het budget alvast zo ver naar beneden halen dat u als gemeente uiteindelijk enorm probleem voor de kiezer krijgt. Ja. Uw minister-president, Rutte, vindt dat eigenlijk een heel goed idee. U weet dat we in het regeerakkoord streven naar een kleine, krachtige, dienstverlenende overheid. En daarbij hoort ook dat we proberen zoveel mogelijk taken
die niet bij die overheid thuishoren, ofwel niet meer te doen, dan wel over te plaatsen naar gemeenten en provincies. We hebben 80.000 tot 100.000 mensen in Nederland, als je de wachtlijsten zou meetellen, die afhankelijk zijn van de sociale werkvoorziening. Er is geen land in de wereld waar het er zoveel zijn. Dat hebben we met de beste bedoelingen gedaan. De vraag is alleen of het echt sociaal is dat je zoveel mensen in dozen in het weiland aan het werk zet, als er voor heel veel van die mensen ook de mogelijkheid zou zijn dat u en ik ze gewoon op zaterdag in de Albert Heijn zien bij het weghalen van onze koffie. Is het wel zo sociaal om mensen in een doos in een weiland, noemt hij het, maar op zo'n sociale werkplaats apart te zetten, terwijl ze misschien gewoon regulier ook hun bijdrage kunnen leveren? Als het kan, dan is dat echt de meest sociale maatregel. Je moet zich ook in de belevingwereld van die mensen voorstellen. Wat is voor jou, als je arbeidsgehandicapt bent, nou prettiger? Dat je naar een sociale werkvoorziening gaat, dat iedereen toch daar een soort etiketje op plakt, of dat je gewoon een baan hebt. Ja, dus we zijn het eens. Ja, dat laatste is verreweg te verkiezen. Ja. Maar dat betekent wel dat je samen met het Rijk, want het Rijk heeft in de wetgeving heel veel mogelijkheden om dat te bespoedigen, zult met het Rijk moeten gaan kijken op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat er veel minder mensen gebruik hoeven te maken van de sociale werkvoorziening en in een reguliere baan terechtkomen. Ja. Wat het Rijk nu doet, is zeggen, nou, we gaan nog wel eens een keer kijken hoe we dat allemaal voor elkaar gaan boksen, maar het geld krijgt u alvast niet meer. Nee. Waar heeft u dat geld voor nodig? Want we zijn het dus, u bent het eens met het kabinet dat we moeten proberen de mensen van de sociale werkvoorziening naar reguliere banen te krijgen. Waar zit het een probleem? Nou, heb je het geld nodig omdat die mensen, zo'n ruim 1000 SW'ers die wij, arbeidsgehandicapten die wij in dienst hebben, die hebben gewoon een dienstverband. Die hebben een baan. We kunnen moeilijk tegen die mensen zeggen, en tegen die groep al helemaal niet, vanaf morgen werkt u hier niet meer. Dus die zul je salaris moeten blijven betalen voorlopig. Dat is één punt. En er zit een subsidie bij. Waarom? Omdat dat soort mensen eigenlijk niet voor hun volledige 100% hun eigen salaris kunnen terugverdienen. En er is nog een andere kant. Dat het participatiebudget, dat is het geld wat wij van het Rijk krijgen om mensen toe te leiden naar de arbeidsmarkt, dus te helpen om weer een reguliere baan te vinden, dat wordt in Arnhem ook met 2/3 teruggebracht. Van 35 miljoen naar 13 miljoen blijft er over. Dat is zo'n kaalslag daar, dat als je dat daar doet, je aan de andere kant niet kunt vragen om ook nog eens deze groep mensen naar werk toe te leiden. Ja, dus u zegt, ik krijg gewoon niet genoeg geld om deze mensen die wat extra begeleiding nodig hebben naar die reguliere baan te helpen. Je krijgt nu niet genoeg geld. Het zinkt even in. Hoeveel was het en hoeveel wordt het? We hadden op participatiebudget 35 miljoen, dat gaat naar 13 miljoen. Het is dus 1/3. 2/3 ervan af. Ja. Dat is niet meer de vraag, hoe haal je het eraf? Maar de vraag is meer, wat kun je nog met de rest doen? Hè? Daarnaast, sociale werkvoorziening. We krijgen nu 27.000 subsidie per arbeidsgehandicapte. Dat valt terug naar 22.000. Dat betekent 5.000 per arbeidsgehandicapte minder. Dan moet je als gemeente gewoon zelf gaan bijdragen. Kost zoiets van 7 miljoen per jaar. Zoiets, ja. 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 Schrikt u als u dat soort dingen hoort? Ja, ik vind het is een vorm van beschaving dat je voor een aantal zaken collectief met elkaar op in de bres springt. En dat is ook deze groep mensen die we gewoon, en ik ben het er helemaal mee eens, die moet je juist niet stigmatiseren om ze ergens in een doos in een weilandje te zetten. Ja, en ik vind het een botte bijl om te zeggen, gemeente gaat maar regelen. En by the way, geen geld. Want ik vind het signaal gaat regelen en laat die mensen echt integreren in de samenleving. Dat betekent dat ze beter kunnen worden ook daardoor. Beter voor zichzelf. Dat is een goed signaal. Dat is een heel goed signaal. Maar geef dan wel de tools mee vanuit de Rijksoverheid. Nou, is het zo dat al die gemeenten mogen tijdens het congres, de algemene ledenvergadering van die Vereniging van Nederlandse Gemeenten, want tenslotte vertegenwoordigt die club u, mag u allemaal stemmen. Ja. Er zijn, in Gelderland hebben we even een peiling gehouden, zijn al veel gemeenten tegen dit akkoord. Wat gebeurt er als u met een meerderheid daar tegen stemt? Nou, het is zo dat de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft eigenlijk namens de Nederlandse gemeente onderhandeld met het Rijk over een pakket. Zij zeggen, nou, dit pakket leggen wij voor aan onze leden. De leden zijn de gemeente. Dat betekent dat de gemeente Arnhem, maar ook alle andere gemeenten, gaan daar voor of tegen stemmen. Net als bij elke vereniging het geval is. Als een meerderheid tegen is, is er geen akkoord tussen het Rijk en de gemeente. Dat betekent nog steeds, het Rijk is uiteindelijk de baas hier in Nederland, dat ze nog steeds de maatregelen zouden kunnen doorvoeren die ze voornemens waren. Maar Rutte kan zeggen, al die gemeenten willen niet, ik ga het toch gewoon doen. Precies, dat kan hij doen, maar dan moet hij wel naar de Tweede Kamer toe. En in de Tweede Kamer zal Rutte veel zwakker staan op het moment dat hij zegt, ik heb maatregelen en 400 gemeenten waren overigens tegen, dan dat hij zegt, ik heb maatregelen en alle gemeenten waren eigenlijk voor. Ja. En dat betekent dat je uiteindelijk hoopt dat in de Tweede Kamer het debat op een hele goede, principiële manier gevoerd wordt en dat de scherpe kantjes van de maatregelen afgehaald worden. Ja. Hoe gaat u dat doen? Want u kunt dus Arnhem wel tegenstemmen, en ik zei het net al, er zijn er meer die tegenstemmen. Zoekt u elkaar ook op om steun
Nee, er wordt uitdrukkelijk zoeken gemeenten elkaar op. We hebben ook nog andere verbanden. Alleen al in VNG-verband zijn gemeenten natuurlijk ook de leden die met elkaar praten. Dat is heel uitdrukkelijk gedaan. En het is ook niet helemaal een verrassing dat er nou overal in de landen gemeenten zijn die daartegen zijn. De grote vier gemeenten hebben het gedaan. Arnhem en Nijmegen zijn daar, Eindhoven. Dat zijn toch hele grote gemeenten die nu al voorop lopen met zeggen wij zijn daartegen. We gaan overigens de discussie met onze gemeenteraad nog aan. Maar ik vermoed wel dat zij ook uiteindelijk zullen zeggen dit willen we niet voor onze rekening nemen. Ja, en als u dat dan allemaal tegenstemt, zijn trouwens vooral de grote gemeenten waarom eigenlijk... Nee, dat is niet vooral de grote gemeenten. Die lopen voorop. En dat heeft denk ik meer te maken dat daar een aantal raden zijn die ook zelf initiatief genomen hebben. De grote Den Haag, geloof ik, Amsterdam. Daar zijn ook de raden die in een gemeenteraad al meteen bij motie hebben gezegd, dit moeten we niet willen. Nee. Wat gebeurt er nou als u allemaal nee zegt? Is voor u met name dat die sociale werkvoorziening echt een breekpunt? Met de rest kunt u akkoord gaan? Als de hele sociale werkvoorziening goed geregeld zou zijn, hè, dan zijn er nog steeds plussen en minnen, waar wel plus en min, en dat kan tegen elkaar wegvallen. Ja. Ja. En wat heeft u nodig om te zeggen, we gaan akkoord? Ja, je zult samen met het Rijk moeten kijken. Wat we eigenlijk delen met elkaar is, we willen proberen mensen uit de sociale werkvoorziening zoveel als mogelijk naar reguliere banen door te laten stromen. Dat geldt niet alleen voor mensen binnen sociale werkvoorziening, maar iedereen die moeilijk een baan kan krijgen. Je kunt het meest sociaal beleid voeren door die mensen een baan te geven. Daar delen we het. En we zullen samen met het Rijk de discussie moeten voeren. Hoe gaan we dat doen? Op het moment dat we instrumenten hebben ontwikkeld en we zien van ja, Dat kunnen we voor een deel ook realiseren. Dan is het ook terecht dat het Rijk zegt, dan hebben we besparing en die boeken we in. Ja. Maar dan is de volgorde de goede kant op. In plaats van eerst bezuinigen en dan maar kijken hoe de gemeenten het redden. Ja. Terwijl we het Rijk hard nodig hebben. Terecht dat die gemeenten een hak in het zand zetten? Ja, ik vind van wel. Nee, ik vind het mooi ook dat... Ik kende toevallig het voorbeeld in Rotterdam. Daar heb je de Rotep, dat is de vuilnisman van Rotterdam. En die hebben daar heel lang mensen opgeleid in de plantsoenendienst, in het vuil ophalen. Maar die ontdekten dat als die mensen weer aan het werk gaan, dat ze integreren en dat ze dus ook doorgroeien naar andere functies. En zij hebben nu het RO-bedrijf, zoals dat heet. En dat is eigenlijk een commerciële uitzendorganisatie geworden voor mensen die wat verder wegstaan van de arbeidsmarkt, zoals dat dan netjes heet, en in de brede vorm. En die worden bij cateraars, bij supermarkten toch echt opgeleid. En die krijgen weer een gewone baan. Maar zou het ook niet aan de werkgevers? Want het kost je als werkgever, kost zo'n werknemer met een handicap, kost je wat meer geld. Die produceert per uur wat minder misschien. Moeten werkgevers niet gewoon zeggen, we nemen onze verantwoordelijkheid en we betalen daar Nee, ik vind voor? Dat het kabinet zich verantwoordelijkheid moet nemen. En ik denk, je zegt wel van er is nog niks besproken of zo, maar er is toch wel een handtekening gezet onder het convenant. Ja. Onder de VNG. Ja, de VNG die heeft gezegd. Dus. Maar de VNG heeft dat gaat net zoals met onderhandelingen van vakbonden. Vakbonden die sluiten ook een akkoord en leggen het vervolgens voor aan hun leden. En als de leden tegenstemmen meerderheid, is er geen akkoord. Ja. Dus dat is ook hier het geval. Dus VNG heeft het ondertekend onder voorbehoud van instemming door de leden. Maar VNG, voorzitter Annemarie Jorsma, is ook wel een beetje geschrokken van alle kritiek. Ja. Heeft weer opnieuw onderhandeld. Zegt we gaan het toetsen, er komt wat extra geld. Is dat niet voldoende? Nou ja, uiteindelijk... De minister-president heeft zelf gezegd, dit is ons eindbod. Die heeft gezegd, wij onderhandelen niet meer verder. En dat is ook voor de gemeente Arnhem de reden geweest om te zeggen, ja, als we niet meer verder mogen onderhandelen, dan wordt het dus een nee. Ik sluit niet uit dat als we wel weer gaan onderhandelen, dat we ook op de paragraaf van de sociale werkvoorziening best tot een akkoord kunnen komen. Ja. Ja. Ik ben ondernemer en ik denk dat het voor ondernemers wel belangrijk is dit te beseffen en ook door te krijgen als je dergelijke mensen in dienst gaat nemen. Dat zijn vaak zeer gemotiveerde mensen die op een speciaal vakgebied beter zijn dan andere mensen in de maatschappij. Dus het wordt uiteindelijk wel een samenwerking tussen zowel marktpartijen als overheid. Nou, 8 juni wordt er gestemd. Ja. We wachten af wat daaruit komt. Ik reken eigenlijk altijd vanaf mijn eerste cheque die ik kreeg. Toen was ik professioneel tekenaar. En ik denk dat dat iets... Ja, 30, 31 jaar... Vanaf het begin heb ik Gillis de Geus getekend. Er zijn 10 albums van verschenen en die stond in de Epo. Toen hebben we samen met Peter de Wit heb ik een tijdje lang Mannetje en Mannetje gedaan. Daar is een televisieserie van geweest, voor de VPRO ook. En dan glijden we langzaam richting single.
Dan glijden we langzaam richting single. Glijden we langzaam richting single, ja. Hanke Kolk, striptekenaar. We zagen u net al. 10 jaar tekent u samen met Peter de Wit. En Peter de Wit kennen we van de dagelijkse strip Siegmund in de Volkskrant. Tekent u samen de strip single. Ja. In 15 kranten hadden we net nog even opgeteld. Hè? 14 in Nederland en de Gazette van Antwerpen. In België. Veel regionale kranten onder andere. Dus veel mensen kennen het misschien uit in Gelderland, de Tubantia en de Gelderlanden, Stentor. Denk ik. Stentor ook. Ja, ja. En er komt nu een vaste expositie in het Stripmuseum in Groningen over single. Het komt weer een nieuw album uit. Ja, het is Feestalon. Feestalon, ja. Kennen jullie de strip, ja, zeker. Single? Jazeker. Ja? Allemaal bekend uit de dagelijks. Wat vinden jullie ervan? Ik ben niet echt, ja, in tegenstelling tot mijn broer zou ik zeggen, ben ik niet echt een stripliefhebber. Ik lees ze wel en ik vind hem altijd aardig, maar... Het is ook alweer een tijdje geleden, want ik las hem altijd in de Volkskrant, maar sinds die bij mij niet meer bezorgd werd... Nou, dan ben je echt geen stripliefhebber. Want die stond niet in de Volkskrant. Hij heeft nooit in de Volkskrant gestaan. Nee, dat was Siegmund. Daar hadden we het eerder over. Is dat nou als striptekenaar, zit je dan als ik vraag wat vind je ervan, zit je dan nog zo van, het zouden ze van mijn strip vinden? Of bent u dat stadium altijd, al voorbij? Ik vind het natuurlijk altijd leuk dat als een strip, waar ten eerste de bedoeling van is, dat je communiceert met een lezer, dat aankomt. Ja. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar de meningen. Ja, dat toch altijd nog weer wel. Ja, wat heeft u met vrijgezelle dames? Want daar gaat de strip over. Over Stella, Nienke en Fatima. Drie dames die, nou ja, doen alsof ze in ieder geval continu de man willen komen. Het is een beetje de vraag of ze dat ook echt willen. Ja, dat is de vraag. Dan moet ik teruggaan 10 jaar geleden. Toen belde ik Peter de Wit en ik zei, ik wil ook een dagstrip. Oh, zei niet, ik wil ook een dame. Dacht ik even dat ik ging zeggen. En toen zei hij, oké, dat gaan we dan doen. Maar dan moet je het wel 7 jaar volhouden, want anders ben je een mietje. En ik zei, geen enkel probleem. Ik ben je man. Ja. En dus toen gingen we kijken van, waar gaat hij over? En dan kom je al vlug op onderwerpen als een gezin. Of in elk geval een groepje mensen. Maar het uitgangspunt was eigenlijk wel dat we een onderwerp zouden nemen die echt van deze tijd was. Wat niet 30 jaar geleden getekend had kunnen worden of zo. En dan... dan kom je vlug op het single zijn. Een enorme nieuw fenomeen in wezen. En daarbij komt dat ik het heel graag vrouwen teken. Dus dan is 1 en 1 2. Ja. We hadden het ook over single mannen kunnen doen. Maar dan had je alleen maar gewoon van in één gezakte vervuilde kerels naast een kratje bier. Ja. Ja. Maar wat weet u dan van vrijgezelle vrouwen? Nou, op zich niks. Niet zoveel aan het begin. Maar... dat als je eenmaal een antenne hebt uitgezet van we gaan daar en daar over hebben, dan heb je het ook over karakters. En in welke omstandigheid ze dan ook zijn, die karakters die blijven hetzelfde. En dus we zijn begonnen met die karakters vorm te geven. En toen de vrouwenbladen echt hele jaargangen. En, ja, u kent ze allemaal. Mensen praten en... ook als we zitten te schrijven, dan horen we zo achter ons even een flart van een discussie. En dan denk ik, dat is wel iets. Dan schrijf ik het weer op. U zit veel naast leuke vrouwen op het terras. Ja, daar gaan we altijd naast afluisteren. Ja, het is een beetje afluisteren. Ja, je bent aan het documenteren. Ja, hij wilde gewoon graag in het bijzijn van veel vrijgezelle vrouwen verkeren. En dan maak je zo'n stripje. Nou ja, zo kan je het ook zeggen. U doet dat samen met Peter de Wit. Ja. Hoe gaat dat dan? Hoe maak je samen zo'n dagstrip? Nou, wij kennen elkaar al 30 jaar, hè? Dus we zitten al heel lang samen te werken. En dat betekent dat we gewoon aan een half woord genoeg hebben. En de laatste tijd is het, wat dat betreft, dat is gewoon een feest. We vieren de vriendschap. Ja, en dan gaat u bij elkaar zitten? We gaan lunchen. En we hebben dan alle twee zo'n notitieblokje naast ons. En we gaan gewoon praten. En dan komt het vanzelf. Wat heb je nou de laatste tijd gelezen? Ik heb dit en dit gelezen. En dan zegt de ander weer wat. Dat is een grap. Dan schrijven we op en dan... gaan we weer verder met praten. En één zo'n lunch, hoeveel ideeën voor stripjes levert dat dan? Dan hebben we echt wel de hele week bij elkaar. Dus 1 keer lunchen? 1 keer lunchen, 6 grappen. Zo. En dan gaat hij lekker naar huis, gaat hij aan andere dingen geld verdienen... en dan mag u hard aan het werk voor de noeste arbeid van het tekenen. Ja. Want dat doet u alleen. Ja, maar dat is het leuke eraan ook. Van de sommige grappen, die zijn heel erg op het karakter, hè? Dat vind ik het leukste, als het echt over het karakter gaat. En dan zit je hem wel in een bepaalde omstandigheid, maar het gaat om het karakter. Dus het is heel belangrijk dat hij goed acteert. En dus je moet die grap heel geloofwaardig weten te brengen... en het karakter heel geloofwaardig maken. Dat vind ik de uitdaging van het tekenen daarin. Ja.
Toen ik het ontworp, heb ik mezelf ook een beetje moeilijk gemaakt door Fatima bijvoorbeeld maar met één oog te kunnen tekenen. Je kan er alleen maar van drie kwart zien, ja, die nooit zit van nooit voren. Vol in beeld. Dus dat is echt aan de bak als je er eventjes moet laten omkeren of zo. En hoe snel tekent hij die stripjes dan? Nou, is dat elke dag één? Anderhalve dag over de zes. Dus u loopt gewoon in anderhalve dag even binnen? Ja, waarom moet je het nou de hele tijd in geld vertalen? Ja, ik dacht daar zo opeens even aan. Nee, het is rare is, als ik er langer over doe, wordt het niet goed. Nee? Nee. En de rest van de week lekker een beetje freewheelen? Nou, ik geef les en ik heb er voor allerlei andere projecten. Dus ik verveel me niet, hoor. Ja, mooi is dat. Hè? Even anderhalve dag in de week een beetje tekenen en hup, daar werkt u de hele week voor. Nou, dit is nou precies zo'n opmerking als een doos in een weiland. Zo. Nou, heeft u ook veel andere dingen gemaakt. Dit is een hele bekende strip van u, die ook zeer gewaardeerd wordt. Meccano, vier afleveringen. En een bijzondere uitgave ook nog, heb ik hier tussen zitten, in het Engels zelfs. Ja, dat is een... Gilles de Geus, zullen veel mensen misschien kennen van, ook van uw hand. Is alweer van lang geleden. Ja, dat vind ik ook wel leuk, hoor. Ik heb dat in 1984 of zoiets getekend. En het is nog steeds gewoon in de winkel. Ja, en u heeft een... steeds nieuw publiek. Met Arnon Grunberg, de bekende schrijver, heeft u literair werk samengemaakt. Ja. Ook alweer een paar jaar geleden. Wordt het niet tijd vorig voor... Vorig jaar was dat. Ja. Vorig jaar? 2009? 2010. 2010. Uitgekomen. Wordt het niet weer tijd voor weer iets leuks nieuws erbij in die andere dagen? Nou ja, ik zit niet stil, zeg ik altijd. Ik ben nou bezig met een wandschildering in Café Dudok. Ja. Dat vind ik ontzettend leuk, want normaal zit ik op zulke plaatjes te werken. En nu zit ik op 4 meter hoog en 3 meter breed te werken. Dat is een heel andere manier van tekenen. Ja. Maar een hele nieuwe lijn in strip tekenen, dus niet meer single, maar gewoon een heel ander onderwerp. En daar dagelijks iets mee doen. Ik zit dan meer aan boeken te denken. Wie is een nieuw boeken. Album? Ik niet van Meccano, maar ik ben nu weer met Grunberg ben ik bezig aan een nieuw boek. En daartussendoor ook een aantal andere dingen. Met Spinvis samen een boek die samen bij de cd komt. Dus dat zijn allemaal nieuwe toepassingen. Maar dan komt er een nieuw boek met Grunberg? Ja. Ja. Het wordt eind 2012. Ja, weer een literaire vertaling van zijn verhaal. Nee, hij gaat nou speciaal schrijven. Speciaal voor u? Bijzonder. Ja, het is erg leuk om te doen. Ja. Nog andere nieuwe projecten die eraan komen? Nou, ik vind het Spinvis-project heel erg leuk. Dat wordt de nieuwe cd van Spinvis. Een nieuwe Nederlandse band, ja. Die wordt uitgegeven als een boekje met een cd erin. Dus hij wordt zowel in de boekhandels verkocht... en dan is het een boek van mij met een cd van Spinvis erbij... als in de platenzaken een cd van Spinvis met een boek van mij erbij. Maar dat is meer het grafisch ontwerpen bijna dan het striptekenen. Nee, het is echt wel... Ik volg de tekst en ik maak daar een soort van verhaal van. Maar zit er dan ook zo'n herkenbaar karakter in, zeg maar... zoals Gilles de Geus of zo, die daarin terugkomt? Nee, dat is het leuke wat je net zei. Want je maakt steeds nieuwe toepassingen van het medium. Nu ga ik niet vanuit een karakter, maar vanuit een sfeer. Ja. En dan ga ik proberen daar een verhaal omheen te maken. Ja. En zo'n stripje, elke dag in de krant. Hoe beleeft u dat zelf? Als je dan de krant elke keer weer openslaat... u staat daar bij FC Knudde, van Tol van Driel en met Elsje. Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want juist die volgorde en het gezelschap wat je hebt, zal ik maar zeggen... dat heeft ook... zijn effect op je eigen aflevering. Ja. Dus het is maar even afwachten van wat die anderen aan het bedenken zijn. En het komt heel af en toe voor dat ik denk van... nou, die Elsje, dat schuurt een beetje tegen mijn grap aan. Ja. En dan wordt het, jammer. Ja. Aan de andere kant is het ook heel erg leuk soms. Ja. Uw strip is niet echt aan de actualiteit gebonden, echt aan het nieuws... Dus er zitten wel actuele... Tijdgeest zit erin. Ja, maar niet echt de grappen op het nieuws, laat maar zeggen. Het is meer de tijd waarin we leven. Vinden jullie het belangrijk, dat soort stripjes dagelijks in de krant? Ik vind het heerlijk. Iemand die scheppend iets doet. Hè. Dat is, je zo hoort het spettert eruit van, hoezo nou werk? Het is, want jij komt het aan werk. En dan denk ik, het is mijn passie. En ik wil iets duiden, ik wil iets vertellen. Ik wil ergens de vinger opleggen. En dat vind ik er mooi van strips. En vooral als het niet te groot is, even in die krant, even de tijdgeest, even in het moment. Dan denk je, dat is opeens een ander perspectief. Als je het nou zo bekijkt. Ja. En dat vind ik altijd krachtig van strips. En u heeft al nog één dingetje. Want u heeft al die stripschapsprijs een keer gekregen. Dat is natuurlijk een hele belangrijke prijs voor een striptekenaar. Ja. Nu een vaste expositie in het stripmuseum. Dan is het klaar, toch? Of niet? Nee hoor. Nee, ik heb altijd blijft wel er nog iets, wat te over? Iets achter de hand. Denk van, nog maar even niet ophouden. Nee, oké. Okay. Ja. Nou, we zijn benieuwd wat er allemaal nog gaat komen. Ja. Ruud Koornstra. Uit Eefde, zei ik al. Uit Eefde, ja. U bent miljonair geworden in de tv-wereld.
producent gaat het weer over geld? Ik heb in 2000 mijn televisieproductiebedrijf verkocht. Ja, u maakte onder andere Lingo, Wie is de Mol, produceerde u. Ja. Kennen we het even? Villa Velderhof. En ooit in Arnhem hier, dat blijf ik trots, hadden we het net ook even over, in 1995 het World Liberty Concert, het grote concert naast de John Frost Bridge. Dus we deden ook evenementen. Ook evenementen. Nou, zal ik vooral de tweede helft van het zinnetje dan. En ijvert nu voor een duurzame planeet. Ja, dat is helemaal de eerste helft van het zinnetje. Nee, die noemen we niet meer. U wilt echt de Eerste Kamer in. En wat zo bijzonder aan u is. We gaan binnenkort 23 mei worden de 75 leden van de Eerste Kamer gekozen. Ja. Door de leden van Provinciale Staten. Ja. Die kunnen dan kiezen uit al die politieke partijen. En Ruud Koornstra. Zo is het. Want u bent helemaal namens zichzelf. Ja. Heeft u zich kandidaat gesteld? Ja, ik denk dat er een historisch moment is nu in de politiek. En ik noem dat maar een beetje de houtgreep of de wurggreep waar we elkaar in vasthouden. De wurggreep van links en rechts en de wurggreep van partijpolitiek. Vooral een aantal partijen doen dat heel sterk. Een coalitie en een oppositie. En u bent niet van links of rechts? Nee, ik denk dat... Ik ken nog iemand die dat zei. Ik ben niet links, ja, ik ben maar rechts. Ja, precies. Maar dat bedoelde ik ook zeker niet. Nee. Dat was een politieke beweging. Dat is bij mij helemaal niet de bedoeling geweest. Ik denk dat wij een weeffout hebben in ons systeem. En dat is de weeffout van de verspilling. En als we vervolgens kijken naar de verspilling die we op alle gebieden doen, en de 3 miljard mensen die er de komende 25, 30 jaar nog bijkomen. Elke 6 seconden gaat er een kind dood aan de honger. En we hebben ongeveer al onze grondstoffen raken op. Dat niemand dan doorheeft dat wij op een zinkend cruiseschip zitten. En het raar is, we hebben ruzie over de huisregels. U mag hier niet op uw hakken lopen. Maar we zinken. Dus we moeten gaan pompen. En dat was de reden dat nu in die, noem het maar, impasse die er is, dat partijen elkaar bijna het licht in de ogen niet gunnen. Terwijl ik... Ja, toch een beetje als lid van meerdere politieke partijen vaak meepraat, zelfs 7 politieke partijen, vaak meepraat over die issues van duurzaamheid. Ja, want en u bent lid geworden van 7 politieke partijen, zodat u overal maar lekker mee kunt praten. Al jaren, hè? Dat is niet iets niets. Nee, dat is niet iets van vandaag. Waarom met uw groene achtergrond zegt u niet, ik ga bij GroenLinks mijn dingetje doen? Ik doe bij GroenLinks mijn dingetje, ik doe bij D66 mijn dingetje, bij de VVD. Ik doe overal mijn dingetje, zoals u dat dan noemt, omdat ik wil uitleggen dat we oplossingen hebben. Iedereen zit in de problemen te denken. Ik ben een ondernemer. Ik demonstreer dat groene stroom betaalbaar is en niet duur. Dat elektrische auto's heel erg leuk zijn en ook niet duur en veel beter voor het milieu. Dat we ander licht moeten gaan. Ik heb de LED-campagne in Nederland geïntroduceerd. Ja. Dus allemaal voorbeelden waar we merkten dat zowel de overheid als de NGO's, de goede doelen, als de wetenschap, als de consument zegt, met elkaar kunnen we het een goede kant op brengen. Ja. En maar u heeft dan niet zo'n grote politieke beweging achter helemaal staan. Helemaal niet. Maar dat is ook niet de bedoeling. Maar er is nu de situatie in de Eerste Kamer, en dat is wat nu best bijzonder is, dat het er een beetje om hangt. Gaat nou die Eerste Kamer elkaar in de wederom ook in de Eerste Kamer, ik noem het de Kamer van de Wijsheid. De Tweede Kamer is de Kamer van de Slimmigheid. Daar moeten dingen bedacht worden. En de Eerste Kamer is de Kamer van de Wijsheid. Daar moet getoetst worden op een aantal zaken. En ik hoop dat ik daar het onderwerp duurzaamheid kan agenderen. En stel je nou eens voor dat het de 38e zetel wordt. Dan weet dus iedereen, oké, en er wordt ook gekeken naar duurzaamheid. En dat helpt de BV Nederland beter. Dat is voor de VVD goed. Dat maakt het milieu beter. Dat vindt GroenLinks goed. Ja. Nou, Het zijn sociale zaken. Het is niet alleen maar, ik noem het maar, groen en wat te maken heeft met milieu. Maar het heeft met een vrij... Met een betere wereld. Met een betere wereld. Ja. En we kunnen het paradijs op aarde hebben als we het verduurzamen. Nou, stel nou, het wordt die 38e zetel, dan komt u hier terecht. Nou, we staan hier dus midden in de plenaire zaal. En ik herinner me nog dat toen ik hier voor het eerst kwam, 28 jaar geleden, dat ik zo onder de indruk was van de schoonheid van deze zaal. Dat is werkelijk fantastisch. Dat ik de eerste 3 maanden echt wel nodig heb gehad om me goed te concentreren op de sprekers. Soms is het ook heel saai. En soms denk ik en ben ik erg blij dat de telefoon gaat. Vroeger had ik dat heel sterk. Dan maak ik afspraken met studenten in de Eerste Kamer. Was ik blij dat ze kwamen. Die verlosten mij dan even van soms wel heel langdradige beschouwingen. Maar wel beschouwingen met inhoud. Hele langdradige beschouwingen. Ja. Beetje saai, ik ben blij dat de telefoon gaat. Daar komt u dan tussen. Ja, nou, dan wordt het misschien wat gezelliger in de Eerste Kamer, wat dat betreft. En ik denk, ja, het is niet zoiets dat mijn grote ambitie was om in de politiek te gaan. Ik ben ondernemer, ik heb het heel druk, allemaal bedrijven over de hele wereld. Maar ik maak me echt
persoonlijk zorgen over de toekomst van mijn kinderen. En ik denk dat ik daar een bijdrage kan leveren. En dan, ik noem het dan toch wel een beetje, ik heb het met mijn collega's van het bedrijf, want het is één dag in de week, en ik heb het met mijn gezin overlegd. Vinden jullie het goed als ik één dag in de week me hier aan opoffer dan 4 jaar? Ja, dat was in orde. Zou u stemmen op meneer Koornstra? Nou, kijk, hij raakt natuurlijk, laat ik dat eerst zeggen, hij raakt natuurlijk wel een heel goed punt, hè? Want precies op thema's als duurzaamheid zie je eigenlijk, gewoon als je zo ernaar kijkt, zou er een riante kamermeerderheid voor moeten zijn. En het aparte is dat, doordat we dat allemaal in politieke partijen hebben opgeslokt en ieder zijn ding doet, zal ik maar zeggen, ook als politieke partij, zie je dat dan uiteindelijk in de Tweede en de Eerste Kamer die meerderheid op de een of andere manier verdwijnt of niet zo ver wil gaan als je eigenlijk zou willen. En dat thema neerzetten, dat is natuurlijk fantastisch. Het nadeel, en dat is ook meteen een reden waarom mensen niet meteen genegen zouden zijn om op de heer Koornstra te stemmen, is dat we niet weten hoe hij over al die andere thema's denkt. Nee, en dat dus is natuurlijk meteen het probleem. Je kunt het ontzettend eens zijn met hem op het gebied van duurzaamheid, red de planeet enzovoort. Maar de rest? Dat staat nog niet op de agenda. U bent van D66, dus u zou niet op hem stemmen? Nou, als het gaat om de groene paragraaf, vind ik dat heel aantrekkelijk. Mooi is dat D66 neemt u alvast een voorschot erop op die duurzaamheid door 1300 vuilnispakken weg te halen. Ja. maar het aardige is dat D66 is juist een van de partijen. Je moet namelijk per provincie een ondersteuningsverklaring krijgen om überhaupt op die stemlijst te komen. Ja. Dat is bij mij in 11 provincies van de 12 gelukt. D66 was een grote voorstander. Dus ik heb vanuit D66 onder meer veel steun gekregen. Dus dat was goed. En ik denk, als je het even herleidt naar, noem het maar, en beschaving en duurzaamheid, dat nagenoeg alle onderwerpen in de Eerste Kamer kunnen worden getoetst aan duurzaamheid. Ja. Dus het valt wel mee, dat is niet alleen maar groen en een spaarlamp. Het is ook, zoals we het net hadden over de werkvoorziening, ook de 81 miljard die we aan gezondheidszorg weggeven, de fouten in het onderwijs, 20% van de jeugd in bepaalde leeftijdssegmenten die aan de Ritalin zitten, die wij drogeren. Het zijn allemaal onderwerpen. Oorlogen, 93% van de oorlogen. U heeft dat niet in het programma. Dus die statenleden die nu zeggen we steunen u, die weten niet, nou, hè, wat Leijsink al zegt, hoe u daar allemaal over denkt. Nou jawel, want ik heb de statenleden inmiddels de afgelopen weken, want het is allemaal vrij vers, ook voor mij. Dus het is, ik heb ze bestookt met brieven, met mijn uitleg, met mijn uitgangspunten, waar ik op wil toetsen. Ik heb een boekje geschreven, dat heb ik ze toegestuurd, dat ze weten met wie ze te maken hebben. En gaan ze ook op u stemmen? Nou ja, ik denk dat mensen uiteindelijk in dat stemhokje anoniem op 23 mei om 3 uur kunnen zeggen, ga ik nu voor de partijpolitiek? En dat zullen bij sommige partijen, ik denk dat bij D66 inderdaad iedereen op D66 zal stemmen, denk ik. Maar ik denk dat er zeker in de coalitiepartijen mensen zitten die zeggen, is dit beleid nu het beleid van mijn geweten? Is dit het beleid waarom ik bij deze partij ben geweest? En we zitten in die squeeze. Ik stem nu 1 keer voor een betere toekomst en niet voor de partijpolitiek. En waar zitten uw stemmers? Uiteindelijk, of het er nou op gestemd wordt of niet, hè, veel belangrijker is dat het signaal gegeven wordt. En ja, heel erg uitgemaakt. Nee, dat het een beetje resultaat maar heeft. Dat een keer manifest wordt gemaakt, dat eigenlijk op de duurzame paragraaf heel veel politieke partijen het met elkaar eens zijn. Precies. En alleen al om dat een keer te laten zien, is wat mij betreft nog veel belangrijker of er ook uiteindelijk op gestemd wordt. Want de heer Koornstra wist al voordat hij aan dit traject begon, dat die kans niet heel hoog was. Nee. Er zijn ook mensen die zeggen, meneer Koornstra, die speelt gewoon bluffpoker, u heeft vijanden. Die zeggen van, het gaat allemaal niet zo lekker met die bedrijven, meneer Koornstra, met groene ondernemer. Hoeveel is het bluf dat u zegt, ik ga daar wat aan doen? Nou ja, het is niet zoveel bluf. Want ik heb een energiebedrijf in Nederland opgezet waar 750.000 mensen groene stroom gingen kopen, goedkoper dan grijze stroom. Wij hebben wereldwijd de LED, de besparing van gloeilampen ten opzichte van 98% verspilling, zijn we marktleider in de wereld. We hebben 2 jaar geleden ben ik in een elektrische auto gaan rijden. Toen werd ik bij Paul Witteman uitgelachen over het feit dat ik hem had. En alle industrieën zeiden, het gebeurt niet. Vandaag levert Volkswagen de elektrische taxi in Londen. BMW heeft 3 hele mooie elektrische auto's onder de punt. Het is gewoon aan het worden. Dus ik bluf wel. Ik bluf wel omdat het nieuw is. En als je revolutionaire dingen doet, loop je natuurlijk voorop. En dan zitten mensen, dat kan niet. Nee, het is nieuw. En ik doe het continu. En ik heb het toch nooit gedaan met mijn handje op te houden. Ik heb het gedaan als ondernemer. Dus ik maak er ook altijd een gezond businessmodel van. En ja, u begon aan het begin al dat ik in ieder geval een handige ondernemer ben. En dat zeker. Dat betekent dus dat ik er ook geld mee kan verdienen. En dat betekent ook dat de overheid moet realiseren dat duurzaam niet stopt bij de eerste 4 letters. Het is bijna zonde als zo'n ondernemer in de Eerste Kamer gaat zitten. Dat is maar 1 dag in de week. Dus ik kan 23 mei weten we het. Om 3 uur. Om 3 uur of je Eerste Kamer bent. 8 juli weten we het of die gemeenten akkoord zijn. En vanaf wanneer kunnen we naar het Stripmuseum om naar Singel te kijken? Begin juni. Begin juni of juli?
juni. Begin juni kunnen we allemaal naar Groningen, het Stripmuseum, en daar die mooie strips zingen op kijken. Dit was In Gelderland Live. Dank u wel voor het kijken, dank u voor het komen en tot volgende week. Vanavond in Krugerspark een heleboel dieren.